paar minuten voor 12 vandaag kregen wij een melding dat er hier achter ons op het terrein zou zijn geschoten. Hulpverleningsdiensten zijn direct ter plaatse gegaan, mijn collega's ook, en troffen daar een ernstig gewond persoon aan. Deze persoon is helaas ter plekke overleden en wij zijn druk bezig met het onderzoek. Hier ter plekke is onder andere onze recherche forensische opsporing ter plaatse om sporen veilig te stellen en nader onderzoek te doen. We zijn nog op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben hier bij het Leenderbos of anders in de wijk Overbos wat te maken zou kunnen hebben met dit nare schietincident. Dus als er mensen zijn die bijvoorbeeld camerabeelden hebben, dashcambeelden of andere informatie, dan spreken wij die heel graag.